Dank u wel, voorzitter. Ja, met heel veel trots zit ik nu voor uw Kamer als kandidaat minister voor Infrastructuur en Waterstaat. En wie had dat ooit gedacht? Ikzelf in ieder geval niet. In 1999 was ik makelaar en taxateur in de regio van Rotterdam. Ik deed dat toen een jaar of 15, schat ik. En als je dan naar mensen toe gaat om hun huis of hun bedrijfspand in verkoop te nemen, dan spreek je natuurlijk over hun huis. Maar ook over ja, het land, bezigheden, wat houdt mensen bezig. En ik sprak dus heel veel met mensen over de politiek ook. En ik merkte iedere dag een enorme kloof tussen burgers en politiek in die tijd. En de politieke partijen leken mij heel vervreemd van heel veel burgers. En op een dag las ik over een initiatief om die kloof te dichten door een nieuwe partij op te richten. Leefbaar Nederland was dat. En ik vond dat een heel goed initiatief. En ik vond dat zo goed. Ik heb hun programma toen gelezen en ik werd enthousiast. En ik denk, weet je wat, ik ga gewoon mijn dienst aanbieden van kan ik jullie helpen? Dat heb ik gedaan. En ik kreeg Kai van der Linden aan de telefoon. En die zei, nou, we hebben je eigenlijk hard nodig als je wil. Kom maar zondag hier naartoe, we gaan ons eerste congres organiseren. En zo reed ik in mijn Peugeot 205-je op een zondag richting Hilversum. En mijn vrienden zeiden toen, wat ga jij nog voor gek doen? Dus zo is het begonnen, voorzitter. En ik kwam daar terecht in een totaal andere wereld. En ik keek mijn ogen daaruit. En ik vond de mensen daar allemaal zo gedreven. En met zoveel idealen en ondernemingszin. En dat vond ik heel erg inspirerend. En ik telde de stemmen bij de verkiezing van Pim Fortuyn. Want Pim Fortuyn was toen kandidaat lijsttrekker. En dat was ook het moment dat ik hem voor het eerst heb ontmoet. Hij werd natuurlijk, dat was het bekende at your service moment. Daarna zijn we met z'n allen naar een café gegaan. En heb ik hem echt voor het eerst gesproken. En nou, later ben ik ook betrokken geraakt bij de oprichting van een lokale afdeling van de partij. En dat werd dus Leefbaar Rotterdam. Ik heb toen Ronald Seurissen gebeld van het is goed dat er ook een lokale afdeling komt. En hij was al bezig met de oprichting ervan en daar heb ik hem ook mee geholpen. En daarna belde Pim, mag ik jullie lijsttrekker worden? En dat was eigenlijk zijn eerste testcase. En dat werd dus eigenlijk een heel groot succes. En ik denk dan ook met heel veel plezier terug aan het begin van mijn politieke avonturen. En mijn oude collega's van Leefbaar Rotterdam uit die tijd. Korte tijd later volgden de landelijke verkiezingen. En dat werd natuurlijk een hele zwarte dag voor Nederland door de moord op Pim Fortuyn. Pim heeft zijn politieke ambities met de dood moeten bekopen. Een paar jaar daarna is ook Theo van Gogh vermoord om zijn kritische houding over de islam. En ik had met hem ook af en toe contact. En daarom wil ik hem hier ook vernoemen, om dat niet te vergeten. Later, een hoop problemen in Rotterdam moesten natuurlijk landelijk worden opgelost, begon Geert zijn eigen partij. En ik dacht, kijk, die kan de punten van Leefbaar en van Pim natuurlijk uitstekend verwoorden. En ik vond Geert toen al een moedige en uitstekende politicus. En ik heb hem ook eigenlijk weer, zoals ik daarvoor ook deed, gewoon gebeld om te vragen, kan ik je helpen? En hij heeft mijn hulp aangenomen. En zo ben ik eigenlijk in deze Kamer beland. In 2006 was dat al. En ik werd toen woordvoerder van, u raadt het al, infrastructuur en waterstaat. Omdat dat mij past. Autowegen, vaarwegen, luchthavens, zeehavens. Het zijn allemaal voorwaarden voor welvaart en vrijheid. En als zoon van een echte havenman groeide ik op onder de rook van de haven van Rotterdam. En we waren trots op die haven van huis uit. We hadden er ook wel wat overlast van, maar in de regio Rijnmond waar ik ben opgegroeid, daar is heel veel trots en ook begrip voor die havenactiviteiten. En heel veel mensen verdienen daar ook hun boterham. En mijn ouders dus ook. Mijn ouders hadden de oorlog nog meegemaakt en waren ook enorm trots op Nederland. En de welvaart die Nederland heeft bereikt. Nederland was het beste land ter wereld. Mede door de beste infrastructuur ter wereld. En nog steeds voel ik die trots. En als minister van Infrastructuur en Waterstaat mag ik mij de komende jaren inzetten om onze prachtige infrastructuur en het beste waterbeheer ter wereld in topconditie te houden. Er zijn veel uitdagingen de komende jaren, zowel financieel, uitvoeringstechnisch en qua regeldruk. Maar ik ben vereerd om hier samen met uw Kamer uitvoering aan te mogen geven. Ik zal mijn best doen om behalve de goede besluiten ook de juiste informatie aan uw Kamer te verstrekken. En in de debatten tekst en uitleg te geven over het hoe en waarom van politieke keuzes. Ik zie daarom uit naar een hele mooie samenwerking met alle partijen
en oud-collega's in deze Kamer. Dank u.